Als ik op een huis reageer en dat staat meestal een dag of 3, 4 online voordat de inschrijving sluit, dan ben ik uiteindelijk 849 van de 1029. Dus het geeft wel aan hoe gigantisch lang de wachttijden zijn. Ik ben Eliane Vosters, ik ben 49 jaar en ik woon in Etten-Leur. Ik zit momenteel in een echtscheiding en daarom heb ik op korte termijn een ander huis nodig voor mijn zoon en voor mijn hond en voor mezelf. Want dit huis moet gewoon verkocht worden, dus hebben we een ander huis nodig. Ik kan dit huis ook alleen niet betalen, dat gaat gewoon niet met mijn salaris. Nou, de verhalen gaan hier in Etten-Leur dat je gewoon minimaal 7, 8 jaar ingeschreven moet staan voordat je uiteindelijk een woning hebt. En die tijd heb ik gewoon niet. Ja, er zijn gewoon te veel mensen die een huis nodig hebben en te weinig woningen hier in de buurt. Ja, het is niet makkelijk. Het houdt me wakker 's nachts. En je bent er gewoon heel de dag soms mee bezig. Omdat je gewoon zoiets hebt van ja, ik moet hier weg. En maar ik weet niet wanneer en of het me gaat lukken binnen die 2 jaar.